Hallo mensen van Hoe gaat dat? Ik ben Tom en ik doe vandaag de Q&A. Deze Q&A is net even iets anders dan de andere, aangezien er niet zoveel vragen binnen zijn gekomen. En dat komt puur in verband met de lekker bennenweer van vorige week. En daar kunnen jullie niks aan doen. Maar ja, weet je, dus iets anders. Daarentegen willen we jullie wel heel erg bedanken namens het team. We vinden gewoon heel chill dat jullie zoveel comments hebben geplaatst. En dat jullie, dat het echt een beetje community wordt. En zonder jullie waren we niemand, heel erg cliché. Maar ja, dat terzijde, we gaan nu even serieus de Q&A doen. Eerste vraag is van Kim Jansen. Hoe zet je een filmpje in een ander filmpje? Dus als je hem bekijkt, zijn het er twee tegelijk. Iemand van het team had al erop gereageerd. Maar ze heeft later een voorbeeld gestuurd. En in dat voorbeeld was er een paardenvideo. Waar twee video's dus overlapt werden. Maar dat was gewoon puur een transition, heet dat. Een transitie in Nederlands. En in dit geval was het een fade transition. En ik ga er geen kleine tutorial over maken, omdat dat in elk programma anders is. Maar ik weet zeker dat elk programma het heeft. iMovie heeft het, Premiere heeft het, Sony Vegas heeft het. Een Movie Maker heeft het zelfs, Windows Movie Maker. Dus je moet maar even opzoeken, Fade, F-A-D-E. Nou, volgende vraag is van Q6 Channel. En die vraagt, kunnen jullie ook een soort intro week maken? Dat vind ik een heel leuk idee. En ik ben ook blij dat die comment is geplaatst. We hadden sowieso al zoiets in gedachten. Maar we gaan het wel echt degelijk doen. Wanneer, dat weet ik niet. Moet ik nog even met het team bespreken. Maar het komt er in ieder geval zeker. De derde comment is van Make From Every Day a Happy Day. En die vraagt, wow, wat gaaf, welk programma gebruik je? En zij heeft die comment gezet onder een van de video's van Lekker Bennenweer. En in die hele week hebben wij alleen maar Photoshop gebruikt. Dus in elke video is het Photoshop voor de banner designs. En de vierde vraag is van Slow Down. En die vraagt, willen jullie een video maken waarin je uitgebreid uitlegt hoe je dus greenscreen doet? Uitgebreid, dat hoeft helemaal niet uitgebreid. Want het is niet eens heel lastig. Ik ga het nu ook even uitleggen in After Effects. Ik hou gewoon van After Effects, dus ja. Oké, je hebt dus de greenscreen footage. Hier hebben we greenscreen en dat willen we natuurlijk weg hebben. Gaan we naar Effect. Dan gaan we naar Keying. En dan gaan we naar Keylight 1.2. En hier selecteer je dan de screen color. Nou, in dit geval is dat bij ons deze groen. En omdat het goed belicht is bij mij, is het vrijwel in één keer goed. Het gaat vaak niet zo makkelijk als hier. Maar je zet hem hier op views, verander je naar screen map. En verander het dus naar zwart en wit. En hier zien we dat hier dit nog niet helemaal mooi is. En dat kunnen we nog veranderen in de screen mat. En dan veranderen we de clip black wat naar boven. En dan zie je al snel dat het goed is gelukt, vind ik zelf. Zet je hem weer op source en dan de final result, dan is het wel klaar. En dan kan je bijvoorbeeld naar layer gaan, nieuw, solid en bijvoorbeeld een kleurtje eraan geven van weet ik veel, grijs of zo. Oké, die zet je dan onder de layer en we hebben footage. Zo makkelijk is het. Bedankt voor het kijken van deze video. Vergeet niet even te subscriben op Hoe gaat dat. Deze video even een like te geven. En zet een comment neer voor de volgende Q&A. En dan zie ik jullie later.